En Iemke die houdt bijen. En die zorgt dat het hele proces van die bijen een beetje goed gaat. Zodat hij dus ook honing kan oogsten. Maar ook dat er geen zwermen gaan uitvliegen. En daar ben je eigenlijk in de zomer dan een hele periode mee bezig om die bijen ook in de kast te houden. En dat je dan honing krijgt. Is dat moeilijk dan om je bijen op stek te houden? Dat is inderdaad moeilijk. Want op een gegeven moment gaat zo'n volk natuurlijk, die wil zich vermeerderen. Dus in wezen ga je op een gegeven moment gaat de oude koningin weg met een deel van de bijen. En dan worden er in de kast jonge koninginnen geboren. En die gaan ook weer met kleine delen van de bijen weg. En dan wordt een volk zo klein dat ze eigenlijk niet genoeg honing meer halen om dat te kunnen slingeren, zou ik maar zeggen. Dus het is ongeveer wel een dagtaak. En dat is in de zomer is dat flink elke week met je bijen aan de gang. Waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Nou, omdat we wel benieuwd waren hoe dat werkt met de bijen, hoe ze alle honing maakten. Nu heb jij net, zag ik jou, in zo'n speciaal apparaat gedraaid. Hoe was dat? Ik vond het heel erg leuk, maar het was wel een beetje zwaar. Ja, maar de honing was er wel goed uitgekomen. Ja. Nu je dat hier allemaal ziet, zou je dat ook niet leuk vinden om later imker te worden? Ja, het zou me wel leuk lijken. En honing, eet jij dat wel eens? Soms wel. Hoe begin je? Als je denkt, net hadden we dat jongetje die was enthousiast. Hoe word je imker eigenlijk? Nou, je moet je eigenlijk altijd een beetje melden bij een imkersvereniging. Waar een aantal mensen zijn die dan bijen hebben. En als ze dan inderdaad in die periode dat er zwermen komen, kan je dus ook delen van zo'n volk afhalen. En dan ga je zo'n volk in een klein kastje doen en dan ga je daarmee beginnen als nieuwe imker. En dan moet je vooral onder begeleiding van een imker die het al jaren doet, samen op een aantal jaren die bijhouden. En dan leer je eigenlijk een beetje hoe je het moet doen. En er zijn dus ook cursussen voor, die moet je sowieso dan ook eigenlijk gaan volgen, want dan leer je een beetje het hele verhaal eromheen. Je moet ook een standplaats hebben, begrijp ik, voor je bijen. Is dat dan bepaalde maten of? Kan je dat overal neerzetten? Nou, als je een grote tuin hebt en je hebt de buren zitten niet al te kort bij en je hebt een beetje bomen dat de bijen een beetje omhoog weg kunnen vliegen, dan kan je dus ook wel een volkje in je tuin zetten. Maar echt een hele rij volken in een gewoon achtertuintje, dat valt niet mee. Nee. En dan ga je vaak naar een bijenpark toe. Want anders dan is dat niet goed om voor de buren, zou ik maar zeggen. Ja, het lijkt wel op pieten met kaas daarop. Maar ik maak bijenwasdoekjes. En ik heb het voor het eerst in Australië gezien. Ik ging naar een barbecue. Yeah. En iemand nam een schaal salade mee met zo'n doek daarop. En eigenlijk is het een soort van plastic folie vervangen. Yeah. Dus heel duurzaam. En het is heel makkelijk. Het is alleen een stukje katoen met bijenwas daarop. Ja. Yeah. Ja. Ja, u heeft ook een strijkbout erbij staan, dus dan ik denk, waarom heeft u die daarbij nodig? Want je moet het smelteren. Smelten? Ja. En dan gaat het de stof in. Want de bijenwas is ook antibacterial. Ja, antibacterieel. Ja. En dan heb je een goede bedekking over de stof. Dus dan het is beschermd. En het gaat ook helemaal dicht over een schaal. Of je kan bijvoorbeeld een stukje fruit inpakken. Ja. Of een boterham of een stukje taart of wat. En daarna kun je het heel makkelijk schoonmaken met een beetje water en zeep. Okay. Niet heet water, want anders komt de bijenwas los. Ja, en ja.